Een kleine 100 actievoerders op het plein bij het CER-gebouw in Den Haag. In afwachting van VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. Naast mij staat Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten. Meneer van der Kolk, waar gaat het u om? Nou ja, waar het ons om gaat is wat wij noemen fair play. Namelijk dat werkgevers ook in de toekomst de rekening van het pensioen blijven meebetalen. En wie speelt er geen fair play op dit moment? Wij vinden dat werkgevers zich van hun verantwoordelijkheid terugtrekken, ook om in de toekomst mee te betalen aan het pensioen. En wij willen daar een eenduidige, heldere afspraak over maken. En we hebben ook gemerkt de afgelopen week, twee weken, dat ook werkgevers in verschillende branches ook eigenlijk vinden dat dat ook hun verantwoordelijkheid is. Kunt u concreet aangeven wat er volgens u niet moet gebeuren? Nou, wat er niet moet gebeuren is in ieder geval dat de rekening eenzijdig op de schouders van de deelnemers wordt gelegd. Of ze nou jong of oud zijn, nog werkend of gepensioneerd. Dat mag absoluut niet gebeuren. Wij zijn hier vandaag omdat het pensioen van ons allemaal is. En wij vinden dat de verantwoordelijkheid van het pensioen, dat wij die samen moeten nemen. In goede en slechte tijden. Meneer, dit is Pandale. Beetje versleten, hè? Ja. U bent ze kwijtgeraakt, dus kom je ze voor u terugbrengen. Okay, okay. En wij zouden ook graag willen dat u die gaat gebruiken en met ons mee gaat fietsen naar een betere toekomst. Want samen zijn wij sterk. Ja jongens, ongelooflijk bedankt. Ik weet niet waar die vandaan komen, die mooie trappers. Ik vind het trouwens een fantastisch spandoek. Daar ben jij, Michael, die achterop zit. Hè? Ja. Dat zie je, ja. Of jij, een van beiden. En voorop, wie is voorop eigenlijk? Ik zie Henk van der Kolk niet. Of is hij zo mager geworden inmiddels? Henk, waar is Henk? En waar is Agnes? Met die toeter. Als we die fiets nou huren en Agnes, Jongerius en Henk van der Kolk er samen opzetten, wat vind je daarvan? En dat die samen gaan trappen. Als die samen nou een keer gaan werken, dan komen we er gauw uit. Maar even een paar reacties. Meneer Wientjes, u heeft de oproep gekregen om mee te gaan trappen. Was het terecht dat die oproep bij u terecht kwam? Nou, dat is interessant dat wij hier geconfronteerd worden met een discussie binnen FNV Centrale. Dus blijkbaar een deel van de achterban vindt het onvoldoende wat er bereikt is. Ja, het is een wat bijzondere positie die wij dan hebben. Daarom heb ik ook in mijn bijdrage gezegd, laat eerst Agnes Jogerius met Henk van der Kolk samen op de fiets plaats gaan nemen. Laat ze eerst samen uitkomen. Ja. Het verwijt in de richting van de werkgevers is, jullie willen alle risico's van een slechtere economie, een slechtere beurs, bij de werknemers neerleggen. Wat vindt u van dat verwijt? Nou, de laatste jaren hebben we die risico's steeds groter zien worden. Er is een natuurlijke grens dat je in dat land nog pensioen kunt betalen. Naar onze smaak ligt die op het huidige niveau, waar ook de vakbond in meerderheid mee eens is. Vergeet niet dat we in juni vorig jaar het akkoord hierover afgesloten hebben. Die 25 miljard die we nu betalen, waar trouwens de werknemer zelf ook 8 miljard van betaalt, is wel een grens. Je werkt 1 op de 5 dagen en sommige CEO's zelfs 1 op de 4 dagen werk je voor je pensioen. Dat kan niet hoog. Dus dit is maximum? Dit is maximum. Ja. Denkt u dat er een akkoord tot stand kan komen? We zijn al sinds juni vorig jaar eigenlijk bezig. Bent u nou optimistisch nog altijd? Nou ja, kijk, we hebben ook veel te verliezen. Het kabinet heeft gezegd dat ze met ons willen praten over de AOW. Ze willen praten over een aantal andere maatregelen die passen bij dit akkoord. Het zou ontzettend dom zijn voor de sociale partners, voor de polder, dat we nu teruggaan naar af. Dan gaat het kabinet trekt zijn hele AOW-toezeggingen, nog geen officiële toezeggingen trouwens, maar zijn bereidheid over te praten trekt hij in. We krijgen fiscale maatregelen. Dus eigenlijk niemand schiet er wat mee op? Ik denk dat met name de werknemers nog minder mee opschieten. Want je krijgt forse momenten, misschien zelfs jaren, dat er niet geïndexeerd kan worden. Dank u wel. Graag gedaan.